Goedemorgen, het is maandag. Je zou denken... Ja, I know, ik zie er niet uit. Dat ik onderweg aan het zwembad. Maar dat werd hem niet. Zo, dan zijn mijn haren nog nat van het douchen. Ja, ik ben me thuis gaan douchen. Ik ben dus niet aan het zwembad gegaan. Mijn lichaam was zo verrot vanmorgen. Ja, dat is gewoon een klap van vorige week geweest. En ik heb ook eens op bedenken, want ik wil nog steeds editen. En dat allang een schildervideo en een vlog en een schildervideo online moeten komen. Voor mij gevoel dan. Ik wil het elke dag maar om en om. Maar zoveel heb ik toch niet laten zien afgelopen weken. Dus ik denk dat ik daar gewoon maar even gewoon een paar dagen gewoon oversla. Want ja, het waren wel heel intense weken, zag ik, om weer terugkijken. Ook ziet er leuk uit zo. Maar ja, anders waait hij af. In ieder geval, ik ga nu onderweg naar mijn moeder, want we moeten met haar weer terug. Voor de zoveelste keer naar de arts. Hopelijk krijgt ze door dat ontsteking weg is. Ik ben bang voor niet. Goedemiddag. Ja, ik ben echt back. En back af. Ja, poppetjes, jullie moeten even wachten, want ik ga slapen. Ik ben natuurlijk met mijn moeder naar het ziekenhuis geweest. Nou ja, de ontsteking die zit hier nog, maar dat hadden we al verwacht. Het gaat wel gelukkig elke dag wat beter. Maar ja, zolang die ontsteking er zit, Maar ze kan wel, laat me zeggen, nu wat meer wat voor de zelfzorgen. En ik heb net mijn andere hulp gehad. Holy moly, 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 moly. Die vrouw, ik weet niet waar ze voor mij die ogen rondom zit. Want die ziet elk waar ze loopt, pakt ze mee, doet ze woep, woep. Dus dat is heel fijn. Dus als het wel even wennen, want Emina, ik mis je wel. Ik weet dat je kijkt en ik mis jou wel. En je bent nu wel lekker op vakantie, dus ik weet trouwens niet of je het kijkt. Maar het is wel raar dat ik zonder jou ben. Maar, ik ben wel heel blij met de vervanging die het geworden is. Dus, nou, dat is nog gewoon die map passen, maar echt de tafel glimt weer. De keuken glimt. Zie je, het kastje is nu een beetje uit zijn voegen. Omdat daar... Wat zit daar? Er zit... Nou ja, daar moet ik even naar kijken, want die hier moet er sowieso uit. Maar je ziet het zelfs gewoon glimmen, het aardig blad. Het is echt niet normaal. Dus dat is gewoon heel erg fijn voor mij. En nu gaat het niet aan de liggen. En ik moet vandaag nog mijn intenties, die heb ik wel op mijn blaadje staan en die liggen daarin. Maar die moet ik wel even in mijn intentieboekje gaan schrijven. Ik ga eten. En dan hoop ik vandaag iets met een editor te kunnen doen. Maar jezus, het kan de mens nog zijn. Ik wil van alles. Ik wil editen. Ik wil met mijn website aan de gang mijn visitekaartje afmaken met mijn Spirit School. En ik wil ook mijn pigmenten wat moois maken. En wat doe ik? Nada, noppa, niks aan. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Nee, dat is gisteren maandag, want gisteren ging moeder naar de dokter. Het is dinsdag. Oh, mijn bril zit wel heel raar. Oh. Als ik mijn bril op heb, kan ik niet goed lezen. Dat merk ik wel, maar in ieder geval... Nou ja, maar dat doe ik zo meteen wel als ik ga zwemmen. Dat doe ik nou gewoon maar even los, dat is beter. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag wel zwemmen. Yay! Dat hebben we me wel voorgenomen dat ik vandaag wel ga zwemmen. Al heb ik nagenoeg niet geslapen vannacht. Ik moet even drinken. Zo, dat is wat beter. Ik doe ook even een profielfoto maken met mijn bril op. Ik denk dat het wat beter is dan die ik nu heb zonder bril. Maar mijn ogen zijn nu wel heel erg klein. Ik ga wel naar het zwembad. Dit stukje laat ik eigenlijk nooit zien. Ja, ik spoor op het rijden. Oh, ik vind die hortensia's echt. Ik vind het zo mooi. Dat ik dit toen hier zag, dan is iets van, oké, die hortensia's kunnen dus heel groot worden. Dat had ik dus nooit echt zo beseft. Maar nu dus wel. Ja, dit zijn dus, laat maar zeggen, als je als
je uppie een woningje zoekt, krijg je heel snel deze studio's. Is echt mini-mini en je betaalt er gewoon geloof, bijna 700 euro. Echt belachelijk. Ja, dat is gewoon heel weinig voor alleenstaande in Zandvoort. Dan met een huis heb ik heel veel geluk gehad. Zo, dit was leuk zeg maar. Eerst even de pest erin, want oh, mij hoor je niet eens met de wind. Nou, er is iets heel bijzonders gebeurd en dat ga ik thuis wel vertellen, want het waait. Het zonnetje schijnt wel tussen de grijze en blauwe wolk in. Ik heb mijn jas aan en ik heb nog kou bij mijn sweater aan. Maar ja, ik zou niet mijn haren nat maken, maar het is nat geworden. Voor een hele goede reden. Die vertel ik je zo als ik thuis ben. Oh, deze geur. Nou, is ook weer kindertijd. Een golf in het golf, wat een golven in het golf, wat een centerparks. De geur van gemaaid gras, handen in het gras. Nou, is het even. Mijn innerlijke kind is heel blij te maken vandaag. Dus ik denk dat ik ook maar even moet gaan schilderen. Oh, heerlijk. Zijn ze weer lekker aan het genieten. Hey. Ja, de buis even iets anders neergelegd. Nou, daar nog even toedekken. Nou, dat zijn plantjes. Dit zijn stekjes. Maar dit plaatje, die haal ik eruit. Maar die had ook eigenlijk, was die al dood. Ja, dus. Vuilnisbakje stuk. Hetzelfde wat stuk is, niet door de nieuwe hulp hoor. Nou, dat is dan een hok. En ik heb even een kaarsje aangestoken voor mezelf. Mijn bedje heb ik even rechtgetrokken. Oh ja, dat moet alleen daar nog even overheen. Want dit staat wel heel rommelig, moet ik eerlijk zeggen. Oh, en ik moet zo aan, dus aan mijn apparaat. En ik moet bellen. Maar met de Inspirational School zei dat vrouwtje. Want zij woont dan op Ibiza. Dat het heel goed is als je dus in de zee gaat of gaat douchen. Maar in ieder geval die golven van de zee zijn, ja, nou ja, dat heeft een bepaalde werking. Maar ja, de zee in is voor mij gewoon geen doen. Ten eerste om er al te komen. Hoe ik het vorig jaar heb gedaan, dat is waarschijnlijk door het gebeuren met Bunny. Hoe ik dat gered heb, snap ik ook niet. Maar in ieder geval, het was alleen voetjes trouwens in het water. Want in de zee zwemmen kan ik gewoon niet. En wij zwemmen in centerparks van 8 tot 9 voor het debat overgaat. Het zwembad voor de gasten open gaat. En dan heb je het wedstrijdbad, het golfbad en het buitenbad. Nou, er was nu iets met afgesproken. We moesten eerder na een half uur het wedstrijdbad uit. Of dit slaat, maakt niet uit. Dit slaan we even over. In ieder geval, ik ben in het golfbad bezig. En in ene zegt die man, daar die er werkt, van willen jullie de golven aan? Nou, iedereen juichen. Maar we hebben gewoon wel 10 minuten... wel aan de touw dan vast. En soms heel even los heb ik in de golven gezwommen als, nou, iedereen werd kind. Dat merkte, hoorde je aan de stemmen. Nou ja, dat zag ik aan alle energieën en uitstralingen. Dit was zo goed voor iedereen. Gewoon weer even kind zijn. Dat zeiden ze ook. En ik zei ook tegen de mensen, heerlijk weer, hè, kind zijn. Ja, zei iedereen. Dus hoe mooi is het? Het weekend heb ik het over golven. Van ja, hoe ga ik golven ervaren, voelen? Hoe gaan we dat doen? Bam! Vandaag heb ik golven. Tada! Manifesteren. Oh, het werkt zo goed. Zo. Jezus, mijn wenkbrauwen worden inderdaad echt steeds donkerder. Maar ja, ik moet er maar even met getinte dagcrème overheen doen. Oh, ja, ik ben gewoon moe, dus nou ja. In ieder geval, mijn haartjes zijn weer lekker gewassen. Maar echt, ook lekker gefeund, maar goed gewassen met shampoo, conditioner, masker. En zij heeft ook, en het is, ja, heel fijn. Haar kan ik het wel. Ze hebben ook gewoon mijn benen voor me geschoren. Dat, ja, dat zijn allemaal dingen. Dat kost mij gewoon heel veel energie. En dan is het toch gewoon heel fijn dat zij dat gedaan heeft. En ja, mijn zonnescherm hangt uit. Het waait niet te hard. Het zonnetje schijnt. Dus ik zit hier niet meer zo in de hitte. Ik ben echt zo blij en zo trots. En ik zou vandaag niet naar mijn moeder toe gaan. Maar ik had wat besteld van haar op AliExpress. Ja, het is vandaag binnengekomen. Dus dat ga ik toch bij de brengen. Pff. Nou, ja, mijn zonneschermpje is nog. Oh, nee, ik had ook mijn gordijntjes naar beneden gedaan. Nou, mijn zonnescherm is nog steeds uit. Maar, oh, nou, ik. Ik heb dus, ben niet de deur uitgegaan. Ik heb geslapen. Maar de laatste keer heb ik geslapen een uur zonder mijn masker.
En dat is nu te voelen. Buiten dat heb ik echt een mega spierpijn. Die golven waren echt leuk. Oh, niet voor mijn lichaam dus. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Oh, ik ben net eens mijn vlog online aan het kijken, die ik online heb gezet. Ik was gisteren al verbaasd met het... Telefoon is mijn dochter, maar die is aan het werk in de shop. En dan is ze dat aan het uitleggen. Dan komen weer klanten aan en dan legt ze hem natuurlijk meteen weer weg. En dan belt ze weer en dan legt ze weer... Oh, dat is een beetje irritant, maar oké. Ze komt straks hierheen. Nou, het is vandaag natuurlijk niet zwemmen, het woensdag is. Maar ik kijk dus naar mijn vlog. Gisteravond was ik al verbaasd en nu had ik echt iets van... Jezus, hoe heb ik het volgehouden vorige week? Ik snap het echt niet. En dat was natuurlijk niet een goed idee om op die hond op te gaan passen. Het was gewoon duidelijk. Nou ja, alles was te veel voor mijn lichaam. Maar ja. Op adrenaline, zegt de verpleegkundige ook, op adrenaline heb je het volgehouden om elke dag naar je moeder toe te gaan. En daar betaal ik sinds het weekend en sinds gisteren betaal ik daar gewoon de prijs voor. Ja, ja, het is droog. Het waait niet te hard. Het zonnetje schijnt. Ja, en ik ben wat opgeknapt. Al is het al bijna middag. Maar dat maakt niet uit. Ik doe heel rustig aan vandaag. Al wil ik zo weer in het zonnetje liggen. En oh jee. En nou zocht ik mijn afstandsbediening voor mijn zonnescherm. Waar heb ik die nou gelaten? Nou, moe. Oh nee. Ik heb dus. Ik ga even zoeken. Nou is het helemaal wauw. Ik kon dus niet de afstandsbediening vinden van mijn zonnescherm. Lag dus op de vensterbank, op de andere vensterbank. Dus hè, ik leg mijn mobiel weg. Ik pak mijn afstandsbediening. En ik doe mijn telefoon aan. En het is 11:11. En het is vandaag ook nog 11 augustus. Wauw, die wauw, die wauw. Ik moest hem blijkbaar dus niet meteen vinden. Ik vind het echt te bizar. Horen jullie ook wat ik hoor? Zie je ook wat ik zie? Ja, daar is die! Oh, ik heb hier zo... Sorry voor mijn enthousiasme, maar ik heb hier zo lang op gewacht. Als ik natuurlijk nu in mijn voortuin ga zitten, heb ik natuurlijk geen zon. Dus... Wauw, wat groeit die plant uit zijn voegen. Dus, ik ga nu even voor de cavia's even mijn gras knippen. En dan ga ik weer bikinietje aan. Heerlijk! Buiten op een bedje in het zonnetje liggen en dan in de namiddag genieten op mijn loungebed in de schaduw. Zo, ik heb die achterste, die stond in mijn hal. Ja, echt. Ik vind het niet normaal op de grote bladen die heeft. Maar ja, die hield er continu in de warmte in het halletje. Nu dat mijn zonnescherm wel wat minder warm worden, maar maakt niet uit. Maar ik vond het gewoon zonde dat deze meegebladeren in de hal stonden. Hier staat hij natuurlijk ook met heel veel vertakkingen. En misschien dat ik die maar weer een keer moet gaan scheuren. Want er zitten natuurlijk allemaal nieuwe dingen in. Maar ja, dat is... Moet ik nu even niet aan denken. Moet ik eerst op kracht komen. Die ga ik wel een keer scheuren. Dat ik dus weer kleinere soorten heb. Want die zijn ook van gescheurde exemplaren. Maar ik ben echt helemaal... Wauw. Ja, het is vol. Ik weet het. Maar ik ben er zo blij mee. En zoals hier... Die heb ik dan wel laatst nieuw gekocht. Dat is mijn favoriete plantenskeletplant. En ik had nu geen bloemen, dus dacht ik, dan zet ik die drie even hier neer. Het gordijn is een beetje dicht, omdat anders het licht te fel is en misschien te warm wordt voor mijn cavia's. Dit is mijn stekjesding hier. Dit zijn van stekjes. Dit was op de oude vissenkom. En daar staan ook soort van stekjes tussen. Ja, dat is mijn hondenkind. Oh, ik kan er niet te lang naar kijken hoor. Ik kan ook nog steeds geen filmpjes van er zien, want dan, ja, dan breek ik, schiet ik gewoon nog steeds. Komt ook omdat het nu bijna een jaar geleden is dat ze is overleden. Nou ja, die klimplant schiet ook goed. Maar ja, hoe komt dat? Mijn planten hebben natuurlijk continu hebben die hier daglicht. Hier hebben we wel een paar lelijke bladeren tussen, maar die begint op te knappen. Nou, dit was die, had ik mega grote, die heb ik gescheurd in drieën. Maar hij pakt hem wel, hij pakt hem niet. De een pakt hem wel en de andere pakt hem niet. En ik heb natuurlijk op mijn keukenkast de bovenplantjes gezet. Ja, en inmiddels is ook een stek trouwens. Die is een stek van die
klimplant. Dus ja, nou, die wil ik dan dus scheuren. Die groeit ook hartstikke goed. En nu heb ik in mijn hal, heb ik er nog maar één staan. Maar die schiet dus ook uit zijn voegen. Hallo, ja, ik zie er verwild en vermoeid uit. Dat ben ik ook. En dan heb ik op mijn, ja, mijn ontbijt staat er nog, terwijl het lunchtijd is. Nou ja, die twee zijn dus hetzelfde van die. En deze, nou ja, die breken gewoon uit de potten. Maar een enkeling dus niet. Oei, 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 oei. Ik denk dat ik ook mijn triple rolstoel weer moet gaan pakken. Want ik loop nu in huis wel heen en weer. Op zich hoef ik dan niet meer buiten mijn rondje te lopen. Wat ik met sok dan deed. Maar omdat hij nu mijn tafel anders staat, is het net wat lastiger om hem erachter vandaan te halen. Maar aan mijn benen te voelen. Nou ja, dus kiezen of in huis lopen of buiten lopen. Maar pff. Wat een slechte dag. Oh. Als je wel met je vrienden in vliegtuig kunt stappen om zonder anderhalve meter. Zo, wat ziet eruit, zeg. Nou, ik moet toch eens even de parkeerkaart doordraaien, want je mag hier als bezoeker 3 uur staan met een bezoekerspas. Want dit is alleen maar voor bewoners in deze omgeving. Dus hier is even de auto weer aan het doordraaien voor 3 uur. Maar we hebben allebei een kavia. Ja, maar ze zetten ze nu allebei net bij mij neer. Dat is toch een beetje moeilijk met z'n tweeën? Ja, ja, ja. Jullie gaan spelen. Ik zet jullie in de ren. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ja, ik ben onderweg naar het zwembad. Ik kom mijn zonnebril niet vinden. Het is ook strak blauw. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Het mag ook wel een keer dat het een mooie dag wordt. Alleen, ik was gisteren bij mijn moeder en ik heb een vermoeden dat daar mijn zonnebril ligt. Dus dat wordt knijpen zo meteen als het zwembad uitkomt. Ja, ik heb wel even een jasje en een soort van trui aan. Niet een dikke trui. Omdat de ochtend natuurlijk alweer fris zijn. Oh nee, en er staat er weer een auto daar op de plek waar ik af moet. Nou, dan pak ik dit stoepetje. Deze is iets lager dan het stoepetje die daar staat. Dat vind ik altijd zo'n dingetje dat ik net wel voor het terrein komt of net niet voor het terrein komt. Nou ja, we zullen het zien. Ja, ja, daar is die. Maar je merkt dus nu al, vind ik, in de ochtenden dat die... je hebt het meestal in juni en in juli dat je gewoon 's morgens gewoon ook niet die soort van beetje dat frisheid voelt. En op een gegeven moment is dat voorbij, zoals nu. Weet je, ik voor mij is het nu te koud om nu bijvoorbeeld in een zomerjurkje naar het zwembad toe te gaan. Maar dat heb ik vorig jaar wel een paar keer gedaan. En ik gewoon die paar keer dat we mochten zwemmen. En dat vond ik het echt allerlekkerst. Op een gegeven moment ging ik gewoon nat met een handen kom om mijn scootmobiel naar huis. Ja, dit is voor mij natuurlijk gewoon prettig. Dus dit vind ik alweer verschrikkelijk. Maar ja, het is zoals het is. Ik ben eerder de deur uit dan ik dacht. Dat is leuk. Ja. Oh, en ik kom weer. Ik weet niet. Ik had ook een heel stuk van mijn haar afgeknipt. Waar ik een beetje spijt van had aan de ene kant. Maar het wordt nu weer de lengte die ik dus wel mooi vind. Doei, dankjewel. Werk ze. Zo lekker. En nou kom je. Dit wedstrijdbad is dan namelijk heel oud. En dit is dus het. Het echte Centerparks gedeelte bijna. Goed, in elk Centerparks een beetje gelijk is. Dit is het kinderbad. Daar. Dit is dus de kantine en eetruimte. Daar is de ingang en de douches. Daarachter is het buitenbad en ze hebben nu zo'n speciale langste wildwaterbaan. Dat moet je daar verderop naartoe, de ingang. En dit is het heerlijke golvenbad. En daar is een steile glijbaan en daar is een trap ook omhoog naar de glijbaan. Dus het is hier niet groot, maar het is hier wel erg prettig en erg leuk. Dus. Oh. Het was dus heerlijk. Fijne dag! Oh, en het is echt... De
de eerste keer dat ik echt tot 9 uur in het water ben gelegen. Normaal ga ik altijd eerder uit. Maar nu, ik wilde er niet uit. Natuurlijk wel echt lekker om te liggen, maar het zou vandaag zo mooi worden dat ik heen ging. Was het blauwer dan nu? Nou ja, ik kan toen niet echt veel in mijn tuin liggen, want ik moet om 1 uur komt mijn hulp. Om 3:15 moet bij de fysio zijn. Dat wordt voor mij een beetje een rommelig dag. En dan wil je dus in je bad liggen. Maar ja, ik denk het zal wel een beetje koud zijn. Maar het is gewoon dus echt gewoon warm. Gewoon echt. En ik ga niet zo makkelijk in bad. Oké, okay, maar het is gewoon heet. Het is gewoon... vast eruit. Het is gewoon heet water. Heet water in de zon. Dat is een beetje warm. Zo. Ik denk dat ik iets te veel heet water erin heb gedaan. Dus het is niet van de kou, maar het is van de warmte. We zijn mijn spieren blij. Ik vermaak hem wel voorlopig. Ja, dan heb ik wel mijn dingetje aan omdat mijn hulp bezig is. Oh, wat lekker. Ik ben helemaal rozig van mijn warme waterbad. Maar op een gegeven moment werd het wat bewolkt. Dus toen ben ik er maar uitgegaan. En dat is me goed ook. Anders had ik helemaal moeten stressen. Maar dan moet ik nu alsnog. Ik moet nu alsnog heel hard rijden. Dus ik ga hem even een berichtje sturen dat ik er aankom. Dan hoef ik iets minder te stressen. Nou. Oh. Ja, we hebben de... kussens even van de lounge zet hierop even zo opgelegd. Oh, heerlijk. Het is weer schoon en opgeruimd. En hallo poppies. Hallo. Waarom liggen jullie nou daar op je korreltjes? Vind je dat zo lekker? Denk het. Maar wat ik ga nu doen. Ik ga eerst nu aan mijn... Oh, schoon een beetje. Nee, wat ga ik als eerste doen? Tadaa. Oh. Dan ben ik gebroken van de visio. Tadaa. Dit ga ik als eerste doen. Ah, oh, dat geluid. Ik ben benieuwd. Hij is nu hoger, hè? De druk is hoger gezet. Oeh, maar het moet wel... En toen ging ik een tijdje nog oud. Alleen, ik was natuurlijk in gevecht met mijn masker, zoals je gezien hebt. Wat een verschrikking, deze stand. Maar ja, die andere is te laag, dus ik heb geen keus. Maar toen belde mijn moeder, dus toen heb ik hem afgezet. Nou, je raadt het al, en vergeet op te zetten. Maar ik was ook zo moe, toen ben ik in slaap gevallen. Toen werd ik dus zo moe wakker.
dat ik weer in slaap ben gevallen. Ja, en toen zei heel lieve Tessa, die is nog even in de wijk aan het werk als verpleegkundige, dat ze soepformaat, dus die nu lekker aspergesoep. Ik weet het, het is geen tijd, dat zei ik ook. Ik zeg asperges. Juist is ik had ze in de vriezer. Dus dat ga ik lekker eten, want ik had voordat ik ging slapen, had ik het eten van gisteravond opgegeten. En net pak ik mijn poppetjes uit erin, want die moeten natuurlijk weer even spelen. Kijk, daar zitten mijn poppetjes. Want zo pakken we ze uit het hok. Hey, ja, dan krijg je ook wat lekkers. Hè. Kijk, zie je mij? Beide is er niet, zie je. Als een ander dit doet, hangen ze in je vinger. Maar bij mij niet, hè. En lekker kontje. Lekker kontje. Nou, ja, er komt steeds mooi te liggen. Dus dat moeten we ook weer even gaan opruimen. Dat is één. En dat is twee.